Aquarius Workshop, de illusoire angst voor liefde. Ik begin met een citaat uit padwerklezing 71 met als titel Werkelijkheid en illusie. En het citaat gaat als volgt. Hoe je leeft in de betrekkelijke werkelijkheid die voor jou als geïncarneerd menselijk wezen toegankelijk is, hangt af van de mate waarin je zowel mentaal als emotioneel volwassen bent. Je volwassenheid hangt weer af van je vermogen en je bereidheid om lief te hebben. Naarmate iemand bang is voor liefde, niet bereid en dus ook niet in staat is om lief te hebben, naar die mate leeft hij in onwerkelijkheid of in illusie. De grootste kracht in het universum is liefde. Liefde is genieten en genieten is liefde. In contact met deze liefdeskracht zijn we in waarheid en eenheid en voelen we ons veilig. Als we de liefdeskracht tegenhouden, dan veranderen positieve gevoelens in negatieve emoties. Zonder deze liefdeskracht voelen we ons arm, afgescheiden en angstig, omdat we in onwaarheid en liefdeloosheid leven. In iedereen leeft diep van binnen een weerstand tegen liefde. Bij nader onderzoek zullen we tot de belangrijke ontdekking komen dat deze weerstand door angst voor liefde wordt veroorzaakt. We kunnen innerlijk de volgende tegenstrijdigheid waarnemen. Enerzijds hebben we angst voor liefde, voor liefhebben, voor geven en evenredig ontvangen, en anderzijds snakken we naar liefde. Die angst gelooft namelijk dat liefde gevaarlijk is, dat andere mensen vijanden zijn en we niet van ze moeten houden om veilig te zijn. Deze angstige houding vervormt de liefdeskracht en maakt ons ongelukkig. De overgang van egocentriciteit, ik tegenover de ander, naar liefde, eenheid in verbondenheid, is een kritieke periode in de ontwikkeling van een mens. Het is een periode van emotionele groei die aan crisis onderhevig kan zijn, omdat het ego namelijk in de illusie leeft dat verruiming van het ego vernietiging van zijn identiteit betekent. Angst voor liefde ligt aan deze illusie ten grondslag. In de mate waarin we door onwetendheid weerstand tegen deze groei naar volwassenheid wordt verboden, zal deze periode pijnlijk zijn en conflicten veroorzaken. Verwelkomen we deze periode, dan zal de nieuwe levenswijze vervullende ervaringen en uitdagingen bieden. Dan voelen we ons liefdevol gedragen door de levenskracht die ons alleen kan dragen als we ontspannen bewegen. In de innerlijke werkelijkheid, onze natuurlijke staat van zijn, stroomt de volmaakte liefdeskracht moeiteloos en gracieus. Liefde is alles wat verbondenheid, eenheid, verruiming en harmonie bevordert en het goddelijke en heilzame van het universum tot uitdrukking brengt. In de levensgebieden waar we emotioneel volwassen zijn en in de innerlijke werkelijkheid leven, zijn we vrij van angst om lief te hebben. De ander voelt aan onze respectvolle houding, de vrijheid zichzelf te zijn en de vrijheid wel of niet van ons te houden. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema's uit de padwerklezingen de illusoire angst voor liefde onderzoeken. Eerste thema. Innerlijke tegenstrijdigheid veroorzaakt conflict. Het angstige kind eist liefde en het verbergt die eis onder de behoefte aan goedkeuring en waardering. En hoe groter de angst voor liefde geven en ontvangen is, des te groter is het verlangen liefde te krijgen. Onbewust dwingen we anderen van ons te houden. Maar afgedwongen liefde is geen echte liefde. Innerlijk is er een tegenstrijdigheid, waarbij we enerzijds eisen dat er van ons gehouden wordt, en anderzijds zijn we niet bereid zelf liefde te geven. Deze tegenstrijdigheid is de oorzaak van veel conflicten
en het onvolwassen ego leeft daarom niet in de werkelijkheid. Het volgende citaat is afkomstig uit Padwerklezing 71. Hoe banger men is om lief te hebben, hoe groter het verlangen wordt om bemind te worden. Hoe groter deze tegenstrijdigheid, hoe meer de persoon wordt verscheurd in dit conflict en in tal van conflicten die uit dit basisprobleem voortkomen. De eerste en waarschijnlijk moeilijkste stap is zich bewust te worden dat dit heel diepe probleem bestaat. Als dit eenmaal gevonden is, is het zwaarste stuk van de strijd gestreden, want dan is het tamelijk gemakkelijk om in te zien hoe onwerkelijk dit gebrek aan evenwicht is, hoe oneerlijk het is om iets te vragen wat men zelf niet bereid is te geven. Het verlangen naar liefde is alleen gerechtvaardigd als men zelf bereid is net zoveel te geven als men vraagt. Dat is werkelijkheid. Einde citaat uit Padwerklezing 71. Het tweede thema. Onvolwassenheid onder ogen zien. Ook al zijn we nu fysiek volwassen, een deel van ons is mentaal en emotioneel onvolwassen. Dit onvolwassen deel, het irrationele innerlijke kind, vertaalt het gezonde verlangen naar liefde geven en ontvangen in het ongezonde verlangen naar liefde krijgen. Het innerlijke kind wil alleen liefde van anderen krijgen zonder het risico te lopen opnieuw gekwetst te worden en is gevangen in de vicieuze cirkel van emotionele afhankelijkheid. Het eist dwingend dat ondanks onredelijkheid en egoïsme iedereen onvoorwaardelijk en exclusief van hem houdt en dat iedere wens ogenblikkelijk wordt vervuld. Nog steeds hanteren we een kinderlijke dualistische houding ten opzichte van liefde, angst voor liefde en de dwingende eis om liefde. Deze worsteling tussen het verlangen naar liefde en angst voor liefde is het meest fundamentele menselijke conflict. Het volgende citaat is afkomstig uit Padwerklezing 72. Onvolwassenheid is aan de ene kant de angst om lief te hebben en aan de andere kant een buitensporige eis om liefde. Onvolwassenheid is de werkelijkheid niet accepteren, omdat de werkelijkheid niet altijd volmaakt of plezierig is. Onvolwassenheid overdrijft deze onvolmaaktheid zo schromelijk dat jij je ogen ervoor sluit en daarbij nog veel meer conflicten oproept. Onvolwassenheid schept daardoor een gebrekkige intuïtie en een lamgeslagen creativiteit. Einde citaat uit Padwerklezing 72. Het derde thema. De illusoire angst voor liefde loslaten. Illusies veroorzaken verwarring en onjuiste waarneming van de werkelijkheid en daarmee negatieve emoties zoals angst, vijandigheid, afgescheidenheid, zelfmedelijden, ambivalentie en wraakzucht. De illusoire angst om lief te hebben kwetst zowel anderen als onszelf. Het is juist de illusoire angst om lief te hebben en door die ervaring gekwetst te worden, waardoor alle conflicten en problemen ontstaan. Daarom is het onze taak om in verbinding met het ware zelf de illusoire angst voor liefde los te laten, zodat we in staat zijn constructief te scheppen. Als we in waarheid zijn en de werkelijkheid zuiver waarnemen, dan is er geen illusoire angst voor liefde. Het laatste citaat is afkomstig uit Padwerklezing 146. Als het echter zo is dat het leven voor de mens goed, bevrijdend en gevend is, als het voor in plaats van tegen de mens is, dan is liefde niet alleen niet gevaarlijk, het is de enige manier om in vrede en in harmonie met het universum te leven zoals dat is. Het is dus absoluut noodzakelijk dat je aan de ene kant je angst om lief te hebben in verband brengt met je negatieve opvattingen en verwachtingen van het leven, en dat je aan de andere kant het feit dat je vrij bent van de angst om lief te hebben in verband brengt met je positieve opvatting en verwachting van het leven. Einde citaat. Uit Padwerklezing 146. Ik wens je vrede en alle goeds. Dank je wel.